Hoi Sterrenbeeld Maagd, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. En we zijn weer in de Maagd beland. Het gaat supersnel. Maagd, de heerser van Maagd is natuurlijk Mercurius. En Mercurius staat retrograde, maar gaat weldra weer rechtop lopen. En dat is goed nieuws, denk ik, voor iedereen. Dan zijn we een beetje van de vertragingen af en van de lessen die we weer geleerd hebben in deze Mercurius-tijd. Sterrenbeeld Maagd, zesde huis, het huis van werk om den brode. Het heeft ook vaak met gezondheid te maken. Een praktische, nuchtere instelling met twee benen op de grond en is erg detailgericht en analytisch. Dus we gaan even kijken wat er voor Sterrenbeeld Maagd in de planning staat. Want plannen, daar houdt de maagd wel van. De maagd laat zelden iets aan het toeval over en is vaak iemand die, ja, toch wel heel strategisch ook te werk gaat. Een goede schaker, denk ik, is de maagd. Oké, we gaan kijken. Universum, ik had graag de beste kaarten voor Sterrenbeeld Maagd. Nee, ik ga eerst een engelenkaart trekken voor jullie maagden. Want jullie zijn jarig, dus ik vergeet de engelenkaart voor jullie. Sterrenbeeld maagd. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld je maagd? De jarige maagd. Dit is een hele spirituele kaart. De innerlijke roeping maagd. Iemand roept je. Of misschien roept iets jou van binnen. Iets roept jou. Misschien mag je wel een ander pad gaan bewandelen binnenkort. De Yellow Brick Road. En de Divine stimuleert dat ook. Dus let op je intuïtie. Let op wat er doorkomt voor jullie in deze tijd. Een belangrijke tijd voor jullie maagden. Oké, we gaan even verder met de tarot voor Sterrenbeeld Maagd. Sterrenbeeld Maagd. Sterrenbeeld Maagd. Sterrenbeeld Maagd. Sterrenbeeld Maagd, nog even geduld. Het komt eraan, Maagd. Drie azen zie ik, maagd. Drie keer een nieuw begin. De aas van zwaarden, de aas van staven en de aas van bekers. Ik mis alleen de aas van cups. Nee, die heb ik wel. Cups. Munten. Oh. Wat ik zie, maagd, is dat jij de Ten of Wands. Je hebt te veel gegeven. Je hebt te veel gedragen. Het is een zware periode geweest met al die lasten dragen. En deze persoon draagt deze lasten, tilt ze van de grond af en heeft weinig doorzicht. Is eigenlijk een beetje geblinddoekt door de staven. Want de lasten zijn zwaar. Maar het is wel positief, want het is een tien. En een tien wil zeggen dat hij weldra zijn zware lasten gaat afleggen. Dat hij het anders gaat aanpakken, want hij zegt: zo kan ik het niet meer doen. Een overbelaste werknemer, een overbelaste directeur, noem het maar op. Overbelasting voor al die verantwoordelijkheden die je met je mee hebt gedragen. En dit betekent ook dat er aardig gewerkt mag worden aan love yourself first. Want dit is niet zo love yourself first. Al die lasten in je eentje dragen,
alle verantwoordelijkheden zelf willen dragen. Geen één wand ligt op de grond, dus de maagd heeft veel last te dragen. Maar de 10 zegt mij dat het, als je de 10 neerlegt, dan begin je weer met de aas van staven. Gegeven door de hand van God. En er zitten allemaal frisse groene blaadjes aan die staven. En God of het universum zegt, hier maagd, pak deze. Dit is een nieuwe frisse wand met al die groene blaadjes. Dit is een nieuw begin, een passioneel nieuw begin voor jullie. Maar dan moet je wel al die staven neerleggen. Wat ik ook zie is dat je eigenlijk misschien aan het recoveren bent van al deze staven. Dat je tijd voor jezelf hebt, uitgeput bent, misschien een beetje ziek voelt, maar het is genoeg geweest. Misschien heb je ook wel iets te maken gehad met heartache. Want ik zag hier ook de 3 van zwaarden liggen. Dat betekent hartepijn. Op je ziel getrapt. De 3 van zwaarden hangen boven je hoofd. Dat betekent dat je aan het processen bent. Je hebt een proces in. Je gaat een proces in. En als ik nog kan praten vandaag. Je gaat een prinses. Oh, je gaat een proces door om te healen. Rust en vooral ook misschien even een vakantie om even tot jezelf te komen. Nou is er hier ook een 4 van kelken. Je zit hier een beetje stoïcijns onder die boom. En kijkt eigenlijk naar de 3 kelken die verspild zijn. Kelken, vertegenwoordigen liefde, gevoelens. En je bent eigenlijk te gefocust op de dingen die niet gelukt zijn. God, dit is niet gelukt, dat is niet gelukt, dit is niet gelukt. Maar je ziet niet dat er hier een kelk aan wordt geboden door het universum. De aas van kelken is dat. Een nieuw begin in liefde en harmonie. Maar vooral ook een nieuw begin in self-love. En wat het nou zo lastig maakt, want je bent de emperor. Iemand die, de keizer is iemand die chaos schept na een tijd, orde schept na een tijd van chaos. Hè? Je denkt, ik moet dus eventjes hier de boel op orde gaan maken. En dat doe je op een vrij stevige manier. Hè? Je gaat eigenlijk controle houden over je eigen leven. Maar te veel controle met de devil-energie is ook niet goed, maagd. Hè? Dit is eigenlijk dingen doen vanuit de angst. Ik ben bang dat het anders uit de hand loopt. Maar we weten allemaal wat dat gaat opleveren uiteindelijk, die controle. De 10 of Wands. Over belasting. Dus je mag wel orde scheppen, maar die devil-energie mag weg. Want dit is codependency. Jij bent van mij, ik ben van jou. En we houden elkaar in het gereel door tradities, door allerlei angstgedachtes. Hè? Ik ben niet goed genoeg, ik werk niet hard genoeg, ik moet nog harder werken. Jij bent van mij. Maar ook angst. Dit is angstzaaien. Dit is niet de lichte kant van de liefde. Dit is de donkere kant van de liefde. Het heeft ook vaak te maken met verslavingen. Alcoholmisbruik. Shopverslaving. Of allerlei andere ongezonde dingen. Die niet goed voor ons zijn. En de devil die zaait graag angst in ons geweten. Van hoe als ik voor mezelf ga kiezen. Dan krijg ik straf. Of als ik voor mezelf ga kiezen, wat moet mijn omgeving daarvan denken? Als ik voor mezelf ga kiezen, dat doet niemand bij mij in de familie. Als ik voor mezelf ga kiezen, dan gaat het helemaal mis. Want dan heb ik de controle niet meer. Dan geef ik mezelf over misschien wel aan gevoelens. En ja, de 10 of Cups is happy ever after. Dat betekent alles is in balans.
Maar zolang wij controle willen houden over de uitkomst en wij onze maniertjes hebben om dat voor elkaar te krijgen, zal die Ten of Wands niet zomaar in je schoot geworpen worden. Want dit betekent liefde. Dit betekent eigenlijk de hoogste vorm van liefde, de Ten of Cups, is een hele vreugdevolle staat. En wat ik ook zie, is dat we niet alleen de Emperor hier hebben, maar de Empress. De Empress is schoonheid, vruchtbaarheid. Alles groeit en bloeit als de Empress er is. En de Emperor en de Emperor zijn een powerkoppel. Deze twee horen bij elkaar. Deze twee vullen elkaar aan. Want de keizer doet zijn deel en de keizerin doet haar andere deel. En deze twee zijn allebei even belangrijk. Want wat moet de keizer zonder keizerin of de keizerin zonder de keizer? We weten allemaal dat dat beide prettiger is als ze er allebei zijn. Dus je hebt hier te maken met een powerkop. Wat ik ook zie is de magier. Je bent in manifestatiemodus. Je wil voor jezelf, je hebt alle tools in handen om jezelf een mooi leven te manifesteren. En daarbij moet je natuurlijk wel niet in de Five of Pentacles zitten. De Five of Pentacles is low vibration. En dat kan mij niks verbazen, want low vibration is the devil. Low vibration is, ik ben niet genoeg, ik heb niet genoeg. Misschien zijn dingen verminderd, misschien zijn dingen gehalveerd. Misschien voel je jezelf in de kou staan van iemand. Of voelt iemand zich in de kou staan van jou. Maar low vibration en manifestatie samen gaan niet vaak goed. Want je moet namelijk een positieve mindset hebben om te manifesteren. En dan hebben we hier ook nog de King of Swords. Ja, de King of Swords is iemand, een luchtteken, een waterman, een tweeling of een weegschaal. De King of Swords is iemand die recht toe, recht aan zegt wat hij of zij denkt. En de King of Swords zegt, oké, misschien wil je wel een gesprek, misschien wil je helderheid en duidelijkheid. Misschien wil je een communicatie beginnen, want hier, het universum raakt jou het zwaard van de waarheid aan. Dit zwaard snijdt aan twee kanten. Dit zwaard heeft niet alleen met communicatie te maken, maar ook met beslissingen. En beslissingen voor je hoogste goed. Een beslissing in leven naar waarheid. En de King of Swords die zegt, oké, we kunnen praten, we kunnen een beslissing maken. Maar de onderste steen zal boven komen. En ik zeg jou precies wat ik denk. En dat is vaak de harde waarheid. De King of Swords is ongenaakbaar, is niet heel erg gehecht aan iemand of iets. En dat betekent dat de King of Swords zonder emotie kan spreken. De King of Swords kan ook zonder emotie besluiten, beslissingen nemen. En dat kan voor anderen soms wat hard overkomen. Oeh, wat een coole kikker. Maar de King of Swords is wel iemand die, het kan ook een rechter zijn of een advocaat. Hè. Dat is ook vaak een King of Swords. Maar het is iemand die goud eerlijk is en heel slim. Dus je kunt de King of Swords ook niet zomaar even met een kluitje in het riet sturen. Want de King of Swords is uitermate intelligent. Dus of jij dat nou bent of de ander. Maar dan hebben we ook nog de Two of Swords. En we hadden al de drie van zwaarden. De Two of Swords is eigenlijk, ja, hoe noemen ze dat in het Engels? Willingly blindfulness of zoiets. Dit betekent dat je iets niet wil zien. Iets zit under the moon. Iets betekent iets. Je kunt geen besluit nemen, ook al ligt hier het aas van zwaarden. Je vindt het moeilijk om een besluit te nemen, omdat je misschien te veel in je hoofd zit. En als je naar je gevoel zou luisteren, want dit is een maandje, dan zouden we onze intuïtie erbij betrekken in ons besluit. En als je alleen vanuit het hoofd een beslissing neemt, dan kun je wel eens bedrogen uitkomen. Omdat je namelijk niet haarscherp ziet.
En zien doen we niet alleen met onze ogen. Zien doe je ook met je intuïtie, met je gevoel. Van wat is de juiste keuze? Maar die bereik je niet, die keuze, door in je hoofd te blijven zitten piekeren. Overdenken. Veel te analytisch zijn, veel te veel hier zitten. Terwijl je moet naar je hart, naar je intuïtie. Want daar zit jouw keuze, daar zit jouw antwoord. En het wordt voor jou misschien nog een beetje een uitdaging om die devil-energie, de controle op dingen los te laten. Maar doen we dat niet, dan zal het universum vroeg of laat een torenmoment in het leven roepen om in één keer een bliksemflits te laten zien maakt van hey, love yourself first. En dat heeft niks te maken met, oh, als ik mijn gevoelens toon, dan verdrink ik in mijn gevoel, dan heb ik mezelf niet meer in de hand. Of ik ben het al jaren zo gewend, vanuit traditie, doe ik dingetjes zoals het hoort, zoals het moet, zoals wij dit al 3 generaties lang doen. Maar het is niet verstandig om de devil-energie jouw keizerrijk te laten regeren. Want wat staat er op het spel? De Ten of Cups. Je happiness. Je vervulling. En de devil-energie wil niet dat wij vervuld zijn. De devil-energie wil dat wij angstig zijn. Angst voor risico's. Ik durf geen risico te nemen, want ik weet niet wat me te wachten staat. Ja, dat is vaak met een risico zo. Dat je een risico neemt, omdat je erin op vertrouwt dat je voor jezelf een betere toekomst krijgt. En dan niet misschien financieel, ook wel. Maar vooral in vervulling. Vooral in self-love. He, dat jij voor eens en voor altijd leert, maakt dat self-love het allerbelangrijkste is. Je kunt niks bereiken in je leven, geen vervulling bereiken, als je deze self-love niet toepast. Als jij door angst geregeerd wordt, door tekorten. En als jij je eigen cup vult, dan kun je ook gelukkig zijn met iemand samen. Maar als jouw eigen cup onvervuld is, dan heb je een leeg hart, heb je een arm hart, een koud hart. Dan heb je een hart wat eigenlijk, dat is een hart wat je niet wil. Dat is een hart wat leeg is. En dat is niet wat we willen. We willen natuurlijk vervulling. En door onszelf goed te behandelen, door goed op ons eten te letten, ons drinken, onze grenzen te stellen voor als we mensen ontmoeten. Ja, we hebben allemaal lessen geleerd uit het verleden, die ons hebben geleerd dat sommige mensen niet te vertrouwen zijn. Dat je goed naar je intuïtie moet luisteren, voordat je met iemand in zee gaat. En dat betekent dat je gut feeling goed ontwikkeld moet zijn. En daarom is het belangrijk om daar contact mee te maken, in verbinding te staan. Zodat je uiteindelijk, want de magician die kan ook slechte dingen manifesteren. He? Die kan heel veel dingen van wat jij niet wil manifesteren. Als je namelijk niet in die high vibration bent, dan manifesteer je dingen vanuit angst van ik wil niet meer dat ik geen geld heb. Wat manifesteert het universum voor jou? Geen geld. Dus vanuit een positieve mindset, vanuit je kracht, vanuit je zelfvertrouwen en vanuit vooral self-love, is het belangrijk deze combinatie self-love en magician toe te passen. En dan met jouw hoop en vertrouwen in jezelf en het universum bereik jij de dingen die jij wil gaan. Misschien heb je met een ramp te maken, ik weet het niet. Maar bereik jij de dingen die jij wil maakt. En ik had net al de kaart getrokken, de engelenkaart, innerlijke roeping. Misschien wordt het tijd om daarnaar te luisteren.
naar die innerlijke roeping. En die innerlijke roeping is tussen jou en het universum en tussen niemand anders. Er is niemand anders die jou kan vertellen wat jij hier moet doen op aarde, wat jouw taak op aarde is. Dat is tussen jou en het universum. En als je die roeping negeert door angst, dan krijg je eigenlijk, ja, wat krijg je dan? Een hamsterwiel, dan gaan we dingen weer herhalen die we al heel lang hebben herhaald, oneindelijk lang hebben herhaald. Maar dan blijft die vervulling uit en het universum zegt, we hebben je nodig, maagd. Jij moet gehoorzamen aan jouw innerlijke roeping. En dan gaan de dingen weer stromen. Dan bereik jij je doel. En dat doel heeft vooral te maken met risico's durven nemen. Geen gekke risico's die jou van het pad afbrengen, maar gezonde risico's dat je bij jezelf weet van, hey, ik kom toch wel op mijn twee voeten terecht. Ik ga deze kant op, want ik vertrouw op mezelf en ik vertrouw op de knowledge, de kennis die ik heb vergaard in al de lessen die ik heb geleerd in het verleden. En ik wil dat verleden niet meer herhalen. Ik wil verbetering. Ik wil upgraden. En dan heb je dus je intuïtie nodig. Van, wat vind ik zelf eigenlijk? En misschien heb jij jezelf wel omringd door allerlei mensen die jou wat influisteren van, nee maagd, dat gaan we hier niet doen. Zo gaan we het hier niet doen. Pas op, want die persoon is niet goed voor jou. Dat beslis jij zelf wel, maagd. Jij beslist zelf vanaf nu wie er goed voor jou is en wie niet. Door simpelweg de fouten niet te herhalen van het verleden. Door niet in angst te gaan zitten van, oeh, ik durf het risico niet te nemen, want ik ben bang. Nee, dat gaan we niet meer doen. En nou hou ik op, want anders praat ik te veel. Maar maagden, van harte gefeliciteerd nogmaals. Geniet van je dag. En tot de volgende keer. Doei doei!